Alles goed? Ja man. Ja? Doe eens even mijn vlog beginnen. Goeiedag jongens en meiden, welkom bij een nieuwe vlog op dit kanaal. Ja jongens en meiden, goedemorgen, welkom weer bij een nieuwe vlog. Het is vandaag de dag, de allerlaatste dag van het jaar. Oftewel, dat betekent dat het vanavond oud en nieuw is en dat daar dus één zieke vuurwerkshow komt. Zoals jullie misschien weten, als jullie de vlog van gisteren gezien hebben, heb ik gisteren iemand verrast. En dat was Justin. En ik had hem beloofd dat ik vandaag hem nog zou gaan verrassen. Extra zou verrassen met een PlayStation 4. Hij moest een soort van huilen toen ik dat vertelde. Want als je het hele verhaal wilt zien, moet je eigenlijk maar gewoon even de vlog van gisteren terugzien. Maar het was in ieder geval hartstikke schattig. Ik heb heel erg veel zin in vandaag. Want vandaag is dus, zoals ik al zei, oud en nieuw. En het gaat wel een beetje chaos worden, denk ik, vandaag. Ja. Jij bent de eerste die hier is. En de komende... Hè? Ik heb dan vorig jaar. Nee, dat hoop ik niet. Er komen wel misschien nog meer mensen. Oké, ik ben gelijk de auto ingestapt. Want Alex en ik gaan dus nu even naar de Mediamarkt. Ik heb dus alleen niet aan Justin gisteren gevraagd welke PlayStation speler die leuk vindt. Dus dat is eventjes de vraag. Maar ja, we gaan gewoon kijken. Het komt wel goed. Als jij naar Justin kijkt van gisteren, wat voor games denk je dan dat hij leuk vindt? Ik gewoon FIFA of zo? FIFA of Call of Duty of zo. Ja, zoiets toch? Creator, ja. We vinden wel iets. Ja. De keuze is gevallen op de PS4 Pro met FIFA erbij. FIFA! Goeie keus? Ja. Ja, toch? Denk ook wel. De PlayStation ligt achterin, jongens. We gaan dus nu onderweg naar Justin. Alleen ik bedacht me dus net, eigenlijk vind ik het ook echt wel een Formule 1 type. Maar ik weet het niet. We hebben nu gewoon FIFA erbij. We hebben de PlayStation. Dus ik hoop dat hij thuis is trouwens. Ja, dat denk ik. Ja, dat weten we eigenlijk. Zou u zijn, hè? Ja, dat weten we eigenlijk helemaal niet. Zo, jongens, kijk eens aan. We zijn in de straat. En wow, wat staat daar voor aparte Audi? Hele enge waggie. Chemo rap is dat. Oké, okay, maar hier is het. Ja. Ja, man. Laten we een PlayStation gaan afleveren. Ja. Oké, okay, jongens. Daar staan we. Ja, de deur is nog niet open. Ik weet niet of hij al niet aan heeft zien komen. Oh jee. Hallo. Ja, hallo. Mogen we binnenkomen weer? Ja? Ja? Ik kwam net een liedje aan het luisteren bij je. Echt waar? Over en over. Oh shit. Zo. Nu zijn we met daglicht. Ja, daglicht. Kijk eens aan. Van wie is die auto voor de deur trouwens? Of weet je dat niet? Ja, dat is van mijn zus en oh echt? Oh, ja. Mooie auto. Ja, vind je mooi? Ja. Nou. Ja, ik heb mijn twijfels erover hoor. Oh, echt? Oh ja, ik vind het wel gaaf. Ja. Nou, Zie. Ja, we hebben hem niet ingepakt. Nee. Maar ja, ik zou zeggen, ga zitten. Ja. En pak hem uit de tas. Live unboxing, no. Nou, we wisten dus ook niet welke spellen je leuk vond, dus we hebben eigenlijk alleen FIFA daarbij. Maar, wacht, misschien... Ik ben bijna jarig, dus ik kom vast. Ja? Oké, okay, gelukkig. Ja, ik heb gezegd dat ik voor mij wel een headset krijg. Ja? Oh, nou, dat is mooi. Ja, ik kan gewoon die oortjes daarin steken in die controle. Ja, nou alsjeblieft. Dankjewel. Daar heb je hem. Top toch? Ja. Mooi, gelukkig. Welke game speel je eigenlijk? Dat wil ik wel weten. Ja, FIFA ook wel. FIFA ook wel. Race-spelletjes of zo, Formule 1. Ja, Call of Duty. Oh echt, ja, dacht ik. Ik zei tegen Alex, ik dacht, oh, jij zei Call of Duty, ja. Hè? Oh, dan had jij het toch goed eigenlijk. Nou ja, mooi. In ieder geval veel plezier ermee. Ja, dat is goed. Dankjewel. Doei doei! Fijne jaarwisseling! Ja, dank. Doei doei! Nou, Justin was er helemaal stil van zoals je zag. Ik ben hartstikke blij. We hebben hem nog even mooi blij kunnen maken. Ja. Oh, we hebben dus FIFA gekocht voor hem, maar volgens mij speelt hij helemaal niet echt FIFA. Dat is wel... Echt stom van mij! Waarom denk ik dat iedereen FIFA speelt? Ik ben dus eventjes onderweg naar huis. Want ik heb dus van de week te horen gekregen dat mijn vader weer niersteenaanvallen heeft. Dus dat is echt super pijnlijk. Zoals je misschien nog wel weet is hij ergens vorig jaar of een... midden dit jaar geopereerd daaraan. Maar nu heeft hij dus weer aanvallen gekregen. Dus vandaar. Ik ga even checken hoe het met hem is. Want hij heeft echt alles ondergekotst. Het ging helemaal fout met hem. Dus ik hoop dat het nu wel wat, wat beter met hem gaat. Want het is al 2 dagen geleden. Nou, kijk eens. Met zijn sokjes. Fuck off, I'm gaming. Was ik maar aan het gamen, maar dat gaat helemaal niet. Hoe gaat het? Ik was aan het gamen en toen voelde ik het op. En toen crashte je auto tegen de zijkant aan en toen kreeg je ineens een gekke aanval. Nou, sommigen zeggen, doe lekker een beetje ontspanning. Weet je, voor ontspanning dan voel je het niet, maar het is zo heftig. Nee, je moet maar eens vragen of mensen die andere mensen kennen die... Die dit meegemaakt die hebben. Die niersteen aanvallen. Ik zag toen ook wel heel veel comments inderdaad van toen mijn vader voor de eerste keer geopereerd werd. Dat andere mensen bij jullie in de familie ook niersteen aanvallen gehad hebben. Maar het blijkt dus echt vreselijk veel pijn te doen. Ik hoop dat ik het nooit krijg. Het is nog erger dan een bevalling, maar ja, daar weet je niks van. Zo. Zeggen ze wel, ja. Lekker. Nou, doei.
Nou, doei. Fijne jaarwisseling. Ja, waarschijnlijk gaat hier geen enkele vuurpijl de lucht in. Ja, maar je hoort wel een knallen. Ja, dat wel. Ja. Dat is maar... sfeer. Ik vind het wel leuk. Ja. Op deze plek trouwens, jongens, waar Alex nu staat, heb ik ooit de vuurpijl echt gewoon hier boven mijn ogen gekregen. Ja, ja man, staat een video van online op mijn kanaal ook. Ik heb daarom zo raar ogen. Hey, wil jij terug naar België? Ga je bij je bek, joh. We hebben Red Cups, we hebben pizza's, we hebben drinken, we hebben knallen. Oh, yo. Oké, we hebben ongeveer alle inkopen gedaan die we moeten doen. We hebben alleen geen vuurwerk, maar dat is te genoeg straks. Dus dat hoeven we ook denk ik te halen. Jongens, op naar Rotterdam! Zo, we zijn nog geen 10 kilometer verder en ineens is het helemaal mistig hier. Dat is geen goed teken voor vanavond als het zo blijft. Ik heb goed nieuws en kijk eens aan, het is gewoon helemaal strak blauwe lucht. Hey, kijk eens, Rick heeft zijn spulletjes meegenomen. Zo, Rick, drank? Ik heb een drinkie. Waarom neem je drank mee? Huh? Rick! Yeah. Nee, Rick! Hoe de fuck kom jij het gebouw binnen zonder aan te bellen? Ik heb zo mijn connecties, hè? Dat weet je dus helemaal niet. Jongen, ik heb contact overal. Dat ziet er sexy uit. Lekker man, welkom. Ja, nou, de brug is dus verdwenen. Lekker dit. Ja, lekker dit. We waren dus net met z'n vieren bezig hoe we dit in elkaar moeten zetten. Maar, het moet niet zo. Ja, dat weet ik. Oh. Dat moet het niet. Hou mij de buiten trouwens met z'n vieren. Oké, nu gaat hij lekker. Het kindervuurwerk. Oh. Kijk. Wat zonde dit. Wat zonde. Oh. Letterlijk, je ziet gewoon niks. Het enige wat je ziet is gewoon licht flitsen. Ik had gewoon gewacht tot het... Wat later was, want het is pas 5 uur nu. Oprecht, in de 2 jaar dat ik hier, of tenminste de 2 jaar, het jaar dat ik hier woon, is het nog nooit, ik denk misschien 1 keer net zo mistig als dit geweest. Het is wel echt super toevallig dat het precies met oud en nieuw zo heftig is. Oh jee. Waarom zijn jullie zo schattig naast elkaar? Omdat we heel schattig zijn. Oké. Okay. Nou, fijne jaarwisseling, hè? Hey, tot volgend jaar. We willen dus gaan bierpongen. Het enige wat we vergeten zijn om te halen zijn balletjes. Dus we kunnen nu alsnog helemaal niks. Lekker, Alex! Hey, laten we ons een kaartspel doen. En we hebben ook geen kaart, inderdaad. Die hebben we ook niet. Kom, we gaan hier weg, jongens. Oh. Hey, gaan we naar een ander feest? Er is niks te zien, niks te doen. Heb je mij ooit met een muts gezien? Nee, ik zei dit al. Gio met een muts, wacht, laat het zien. Jongens, ik heb bijna jongens, nooit dit is Dio met een muts. Ik heb bijna nooit een muts op, maar ik heb het vandaag nodig, want mijn oren die kunnen dus echt niet tegen kou. Dus we moeten nu nog fucking pingpongballetjes gaan halen. Goed geregeld, man. Yes. Oh. Dit is letterlijk het langste wat ik volgens mij ooit op mijn scooter gereden heb, jongens. Zoals jullie weten, ik rijd bijna nooit op de scooter, ook omdat het nu winter is. Maar nu moet het wel. Mijn scooter staat weer. En we hebben... pingpongballen. Ja! Kaarten gebracht. Ja, ik heb ook kaarten. Oké, weet kijk, we hebben een pingpongbal! Daar draait het om. Oké dan! Staat gewoon de haardkrullen in mijn badkamer. Mooi hè? Ja man, heel mooi. Voor mij hè? Zo, kijk. Jongens, de katten zitten dus opgesloten in mijn slaapkamer. Ze hebben gelukkig wel ook een eten en drinken hier staan, dus dat komt wel goed. Dit is namelijk hun eerste oud en nieuw wat ze dus meemaken hier tenminste bij mij thuis. Jongens, Rick is zichzelf proberen eens sexy te maken zodat hij chicks kan fixen vanavond. Dat is een nieuwe voornemen voor 2020, een vriendin krijgen. En winnaar. Zeg dat nooit meer. Zeg dat nooit meer. Hey, als je deze raakt, is 100 euro. Gast! Ik heb heel die plantenbak gezocht.
Vista's lid, wat we nu gaan doen. Ja. We gaan de politie joke uithalen. Nice. Ja, het is de politie joke. Politie, politie. Politie, politie. Politie. Ah, hij liegt. Nee. No joke, no joke. Nee, even serieus. Nee, even serieus. Waar waren jullie, joh? Jullie zijn koud. Vin, we gaan nu de straat op naar een ander feestje. Hey, komt-ie. Nieuws! So fucking gorgeous! Ik ga hier zoveel spijt van krijgen. Ja, man, ja. Kijk, je ziet zo van die.